heel geknot. Ja. En jullie halen er een rand vanaf? Nou, dat is in overleg met de uitvoerder van de gemeente gebeurd overigens. Okay. Hoor. Want de takken die dan naar beneden hangen en onder op de stam, zeg maar, die hebben we eraf gehaald. Ja. Anders wordt ze kaal, dat rijtje. Dus die staan nu denk ik 2 jaar. Dus dan zullen ze volgend jaar wel helemaal geknot worden. Okay. En dan weet ik niet of ze het dan om en om doen. Dat doen wij ook vaak nog wel. Maar dat is beleid van de uitvoerder. Dus, okay. En die is vandaag ook nog even geweest? Nee, wel van de week. Ben ik nog even met hem eens kijken. Maar die zorgt ervoor dat de takken weer, dat weer afgevoerd worden. We hebben de takken allemaal aan de kant gelegd. Zodat hij met de... Goedemiddag. Hallo. Marcel. Pieter Bakker. Met de vrachtwagen erbij kan komen. Met de knijper. En er staan er heel veel, maar het is lekker doorgewerkt vandaag. Maar het wordt steeds mooier. Hè? Ja, het is een mooi stukje, maar echt koesteren zoiets. Dit gebied is zo mooi. En dan, net zaten ze bovenop die molen, die twee ooievaars, lekker te klepperen zo. En het is gewoon een uniek stukje zo in zo'n volle bebouwing. Dat, we hebben toen een paar jaar terug hebben met het Kader van het Waterplan, hebben we ook weer verbetermaatregelen hier toegepast. Okay. Zijn die watergangen weer verbreed? Ja. En meteen ook. Ik gooi even dit weg, sorry. En meteen ook wat. Wat extra dingen toegevoegd. Toen kwam het idee om om de ooievaars net neer te zetten. Nou, hij is al een aantal keren bevolkt. Ja, hij had 4 jongen geloof ik. Ja, er zijn al duizenden foto's van gemaakt. Ja. Hè? Ik ken mensen die komen hier bijna dagelijks en dan maken ze ook een foto. Ja. Die zijn helemaal. Dus het voorziet, het voldoet best aan de doelstelling. Ja. Echt een heel mooi stukje zo. En leuk om te werken vandaag. Vanmorgen hadden we wel slecht weer, wat is slecht. Al, dat is ook betrekkelijk. Ze waren allemaal gewoon, ze hadden nergens last van. En we zouden nog eventueel naar de Kelterlaan gaan, maar dat gaat niet meer lukken vandaag. Want voordat je alles daar hebt, dan is de dag om. Dit is zo'n bewerkelijk... Het gaat heel snel in het begin. Dan denk je, ik ben om 12 uur klaar, maar dan wordt het dan nog wel 2:30. Maar goed... als het maar lukt. En dit was ook eigenlijk de bedoeling van stemmen lukt, is het fantastisch. Het is fantastisch. Kijk eens, dus, jonge dame. Goed, kijk, zo is dat. Hè. Je moet jong beginnen. Ja, daarom. Ja, dat puntje maatschappelijke stage, dat spreekt ook mee. Oké. Je doet het nu voor de maatschappelijke stage? Ja. Goed zo. En dat is, je kan ook toiletten schoon gaan maken. Dat is wel leuk. Dit is veel leuker. Dat is de praktijk. Die helpt ook zelf mee met knoppen. Ik zie allemaal een echte houtzager. Ja, zo is het, hè? Ja. Allemaal bekende. Ja, dat is allemaal gemeente mensen. Tenminste, we wonen binnen de gemeente. Wel leuk. Nou, het ziet er prachtig uit. Maar als je nog een paar bomen wil... Zou ik eerst even wat zeggen tegen Oh, sorry. Prima. Ik vind... ik werd onlangs geconfronteerd met deze dag. Ja. En toen had ik zoiets van... De gemeente had natuurlijk een bezuiniging gedaan. Ja. Maar dit spaart de gemeente ook werk uit. Mesnijd en veekant. En als wethouder Groen dacht ik van... Ja, maar dat gaan we natuurlijk al... kan ik het deze keer alleen maar, zeg maar, in persoonlijke zin ondersteunen. Ik vind het ontzettend goed wat jullie doen met elkaar. Jonge mensen ook laten zien wat de natuur is en hoe belangrijk het groen in deze gemeente is. En met elkaar de handen uit de mouwen steken om het groen in deze gemeente nog iets mooier te maken. Zeker op dit unieke plekje polderlandschap. Waar we natuurlijk met z'n allen heel lang voor gestreden hebben om dit gewoon groen te houden. Ik wou u zeer complimenteren voor de inzet. Ik vind het hartstikke leuk. En we gaan van volgend jaar
Hoop ik dat u het weer wilt doen. Ik een jaar vooruit kijken is altijd moeilijk, maar in principe ja. Dus wij vinden het ook wel leuk hoor. En de mensen hier ook, iedereen die is wel enthousiast. Ze werken harder dan bij de baas vroeger, denk ik. Ja. Maar goed, dat is vrijwilligerswerk, moet ook leuk zijn. Hè? En een mooie locatie, je kan hier lekker lunchen, dat droog. Dus dat is allemaal prima geregeld zo. Nou, dan gaan we. Ja, bent u er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. Ik wil ook wel.